Dan is er nu einde aan het licht van de tunnel, want Kaag is in Qatar gesignaleerd. Wat moeten wij daarvan vinden? Nou ja, Qatar is een logische plek eigenlijk als je zaken wil doen met de Taliban. De Taliban hebben daar ooit een soort kantoor geopend, politiek kantoor, al jaren geleden. En daar zijn ook de vredesbesprekingen geweest met de Amerikanen, met de Afghaanse regering uiteindelijk ook. Hè. En dus als jij iets wil van de Taliban, dan is de Qatar een goed. Want er wordt op dit moment op ambtelijk niveau. Ja, als je nu nog mensen weg wil krijgen, dan moet je gewoon zorgen dat je een diplomatieke deal hebt met die Taliban. Ja. En dat betekent, dan moet je in Qatar zijn om te overleggen. Maar dan moet ook heel praktisch gezien, als je dat vliegveld weer open wil krijgen, dan moeten daar luchtverkeersleiders zijn. Dan moeten daar experts zijn die dat vliegtuig open kunnen gooien. Dat zijn mensen die wonen in Qatar of Turkije, die daar naartoe kunnen gaan om dat te doen. Als je dat niet hebt, dan moet je met een soort eigen kamikaze-actie, met je eigen privévliegtuig daar gaan proberen te landen. Nou, ik zou het allemaal niet aanraden. Er staat heel veel. We onderhandelen met de Taliban, dan moeten we dat überhaupt willen. Ja, ik denk dat het geen keuze is. Kijk, je kan heel principieel zijn. Maar ik denk dat die tijd en die luxe hebben we niet. Dus je moet pragmatisch zijn en eigenlijk wat jullie ook zeggen. Zij hebben het voor het zeggen, de Taliban. En daar moet je uiteindelijk gewoon mee dealen, of ik het leuk vind of niet. Ja. Zij bepalen gewoon nu wat er gebeurt op het vliegveld. Maar daarmee legitimeer je ze dus ook op een bepaalde manier. Dat is gewoon de situatie. Ja. Daar moet je mee dealen. De Amerikanen stonden zij aan zij met de Taliban. Ja. Volgens mij de laatste Amerikaan heeft nog even handen geschud met de Taliban voordat hij dan in het toestel stapte. Ja. Dus dat is gewoon de situatie. Ja. En dan moet je gaan kijken, van ga je dan met eigen vliegtuigen, kun je dat voor elkaar krijgen om er dan in te gaan? Of moet je dat ook weer uitbesteden? De vraag natuurlijk, wat hebben wij de Taliban te bieden? Ja, waarom zouden ze? Nou, die willen wel het een en ander. Ja. Even los van dat ze wel of niet de erkenning zouden willen. Want dat vinden ze, maar zij willen toch een stabiele regering uiteindelijk proberen te vormen, denk ik. En dat kan eigenlijk ook alleen maar als die buitenlandse hulp, waar Afghanistan echt aan het infuus ligt. Hè, de helft van de bevolking is afhankelijk van buitenlandse hulp. De helft. Ja, dat is enorm. Na al die jaren ook trouwens. Hè. Dus zo... Dus daar zit iets in. Zij willen iets van ons en wij willen iets van hen. Ja. Nou, daar zou je ons over kunnen praten. Geld. Uiteindelijk hebben ze geld nodig, tuurlijk. Ja. Je hebt geld nodig om onderwijs te kunnen geven. Op dit moment zijn de devisen bevroren. De devisen die het land nog had, daar kunnen ze niet bij. Nee, dat klopt. Dus dat moet dan vrijgegeven worden? Ja, dat is natuurlijk onderdeel van die deal die Kaag en met andere landen Amerikanen aan het sluiten is. Maar dat zal waarschijnlijk onderdeel van de deal zijn. We ontvriezen bevroren tegoeden.